Wat vind jij leuk om te maken? Die hulpbank. Die hulpbank? Ja. Deze bedoel je? Ja. Oké. Okay. Ga eens kijken. Nou, dat is mooi. Daar zit een tekening bij. Met maat, dus dat is heel mooi. Ja. Dat is je eerste bank die je gaat maken. Ja. Top? We zijn hier op de locatie van het leerwerkplein, dus dat noemen we vaak de loods. Dit is eigenlijk ook een beetje de basis waar we starten, van het hier komen de jongeren nieuw binnen. En gaan we kijken wat aansluit en wat past. De jongeren die hier komen, dat zijn natuurlijk jongeren met een licht verstandelijke beperking. Met een heel verschillend niveau en heel verschillende problematieken, zeg maar. Pak jij een rolmaat? Ja. Pak ik een hout. Wat hier voor iedereen geldt is de basisvaardigheden, zoals afspraken houden, overleggen welk werk je gaat doen. Nou ja, eigenlijk de basis, zeg maar, waar we een heleboel vaardigheden aan op kunnen hangen. Teken hem maar af, 2,20 meter. Een volgende stap kan gewoon echt uitvloeien naar werk. Maar een volgende stap kan ook zijn vanuit hier uitvloeien naar een buitenlocatie van ons. Dus bijvoorbeeld de bed and breakfast of bijvoorbeeld de werkzaamheden binnen het ECD of allerlei andere werkzaamheden die we ook doen. Zet je koptelefoon op? Ja, eigenlijk ben ik al heel trots als ze hier willen komen. En als ze hier mee willen werken in wat wij aanbieden en in wat wij samen doen. En als er een klein stukje samenwerking ontstaat tussen de jongeren en tussen de begeleiders, dan ben ik eigenlijk al heel trots. Het leerwerkplein is voor jongeren die tegen de 18 jaar aanlopen en uiteindelijk naar werk toe begeleid moeten worden. We hebben jongeren die ook bij ons stage kunnen lopen. Jongeren die op een of andere manier thuis zitten en een verkeerd dag- en nachtritme hebben, die worden bij ons aangemeld. Samantha die woonde eerst bij ons. En had even geen dagbesteding en vond het heel erg moeilijk om in nieuwe situaties te werken. Dus ze is bij ons aangemeld om ervaring op te doen en met haar angsten te leren omgaan. Samantha is heel erg gegroeid het laatste jaar. Durft hier gewoon zelfstandig te werken zonder begeleiding. Waardoor haar eigen vertrouwen ook weer groeit. Vroeger was ik heel bang voor dingen. Voor werken met een echte baas. En nu is het bijna weg, die angst dus. Het is vooral bij ons jongeren, die hebben vaak al een heel leven achter de rug, waar heel veel hulpverleners zijn geweest. Die heel veel hebben verteld van wat ze moeten en wat ze niet kunnen. Bij ons gaat het er vooral om dat ze het gevoel krijgen dat we naar hun behoeftes luisteren, wat hun leuk vinden, waar hun potenties liggen. En dan gaan we samen kijken van wat kunnen ze wel, wat kunnen ze niet, waar liggen hun kwaliteiten. En proberen we samen met hun op zoek te gaan van waar ze het beste tot hun recht komen. We zijn hier bij evenementcentrum Dordrecht. Het bestaat nu sinds een jaar. Het is ook een goede opdrachtgever en een ook eentje binnen ons netwerk die open staat voor de doelgroep die wij eigenlijk begeleiden. Tegenwoordig hebben we natuurlijk leerwerkplein inclusief jobcoaching. Nou, dat is een mooie volgende fase voor de jongeren, dat wij ook kunnen verzorgen binnen CRLO. Wat kan Cheyenne en waar kunnen we haar in ondersteunen? Het kan wel gebeuren dat ze een keertje te laat komt, maar het gaat erom. Als het gebeurt, hoe los je het op? Nou, daar heb je coachmomenten voor. De een die durft niet te bellen. En de ander die komt gewoon helemaal niet opdagen. Nou ja, dat zijn dingen die we niet willen hebben. Nou, dat is een hele leerzaam proces. Met hele kleine stapjes ga je voorwaarts. En dan hoop je dat ze de volgende keer, als ze zoiets meemaakt, dat ze herkent van, oh ja, ik kan het ook op een andere manier oplossen. Er zit ook een stukje moeten bij. Omdat ze weten van, hey, als ik dit niet doe, kom ik ook niet verder. En dat betaalde baan, dat is haar uitzicht. En dat is het doel dat ze wil bereiken. Het is wel fantastisch om hier te werken. Het is sfeervol.
En ik denk dat iedereen het wel leuk vindt om hier te werken.